echt voor mooi pand. Heel apart, hè? Kijk, we fietsen in de buurt van Lage Vuurs hier. Soest is eigenlijk alles een beetje koninklijk. Ja, ja, ja. En dit gebouw is eigenlijk ook een beetje koninklijk, want het is zelfs door een prins gebouwd. Oh, vertel er eens wat meer over. Nou, het heeft een heel aparte naam. Weet je wat, ik kom hier wel eens, dus ik ga je even alles laten zien. Verscholen in de koninklijke bossen van de Lage Vuurse ligt Hotel Ernst Sillemhoeven. Ernst Sillemhoeven. Ernst Sillem was een bankier in de 19e eeuw en als penningmeester verbonden aan de YMCA. Na zijn dood vond zijn zoon dit voormalig prinselijk onderkomen en kocht het als buitenhuis voor die jongerenorganisatie die het nog steeds in bezit heeft. Het hotel is een voormalig koetshuis en combineert de grandeur uit het verleden met de moderne faciliteiten van nu. En mee, wat is dit voor soort hotel? Nou, we zijn een conferentiehotel van maandag tot en met vrijdag. En van vrijdag tot en met zondag zijn we over het algemeen hotelgasten. Oké, en wat hebben jullie allemaal voor faciliteiten? Halverwege de gang aan de linkerhand hebben we het zwembad. Daar kunt u van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds gebruik van maken. Halverwege de gang rechts, daar is het restaurant. Net daar voorbij is het fitnessruimte. Als je daar rechtdoor kijkt, zie je het koetshuis met een mooi uitzicht op de bos en mooie wandelroutes. Nou, dat klinkt ontspannend. Ja, Sanne wil natuurlijk alles even zien, dus... Ja, lol, misschien een sleutel, eentje die overal past. Tuurlijk, hier, voor jullie de lopen. Je kent de weg. De koninklijke loper. Ja. Veel plezier. Alsjeblieft. Armin had het net even over het koninklijke, maar wat weet jij daarvan? Nou, dit is in 1871 gebouwd door Hendrik van Oranje destijds. En hij heeft het gebouwd voor zijn opzichten. Ja, zo. Dat is niet verkeerd toch, als je die als buitenhuisje hebt? Nee, en het leuke is, ze hebben er nu een hotel van gemaakt. Een soort van een zakenhotel. Inderdaad, van maandag tot vrijdag ligt de exclusieve focus op de conferentie en zakelijke hotelgasten. Aanbevolen door de Michelin-gids 2009. Jij trakteert toch? Ja? Ja, dat is lief. Het à la carte restaurant met schitterend uitzicht op het prachtige park biedt alle ingrediënten voor een overheerlijke lunch of diner. Dit is Michelin. Nou? Heerlijk. Ja, Sanne, daar geniet jij van. Na de heerlijke lunch, tijd om de faciliteiten te bekijken. Zo is er onder andere een overdekt zwembad met sauna. Het hotel heeft 15 conferentiezalen, 5 discussieruimtes en 3 vergadersuites. Je hebt de huur van de zalen, dan kun je er kamers bij huren, inclusief restaurant, etc. Dus een heel pakket eigenlijk, helemaal gebaseerd op het zakenleven. Maar dit vind je wel leuk, hè? Workshop die organiseren. Helemaal naar mijn zin hier. Hey, we gaan even een hotelkamer bekijken. Oh, een gekke kamer. En niet zomaar de eerste, de beste kamers. Allereerst de bruidssuite op de eerste verdieping. Ja, maagdelijk wit, toch? Maagdelijk wit, ja. Met de bruidssuite. Dit is de bruidssuite, dus het heeft een bedoeling inderdaad. En, Even. Ik moet altijd even het bed doen. Snel, dan moet het bruidspaar, er komt een bruidspaar aanzetten. Bruidspaar onderweg. En die krijgt hier dus een huwelijksdag. Nou, lekker bad en een aparte douche. Ja. Nou, leuk, dit krijgen we er ook nog bij. Hoe staat dit? Een badje staat je leuk met die pop. Niet zo? Nee. Hey, er is nog veel meer in dit hotel. Dan gaan we er eens even ergens anders heen. Ja. Hotel Ernst Sillemhoeven heeft 86 hotelkamers. Alle voorzien van alle gemakken, inclusief gratis draadloos internet. Er zijn 7 speciale businesskamers, waarvan er 3 geschikt zijn als vergaderkamers. En na een dag van hard werken is er uiteraard veel ruimte om te ontspannen. Een sportief potje voetbal, een balletje stoten of lekker uitleven in de fitnessruimte. Het hotel heeft het allemaal. Sanne, ja. Ik weet dat je het leuk vindt, maar hoe moet ik met je zoeken? Ja, weet je wat we ook kunnen doen? De gezellige bar de Rijf met sfeervolle open haardkamer is de perfecte plek om ons bezoek af te sluiten. Hoe vond je het hier? Ik vond het heel leuk. Mooie omgeving, mooi hotel en ik vond het ook erg gezellig. Hey, en dan heb ik nog een verrassing voor je. Nog één. Ik weet waar jij van houdt. Oh, lekker! Taartjes!
Alsof we nog niet genoeg gegeten hebben. Ik ben gek op snoep, hè, dat weet je. Dat is echt, ik vond het ontzettend gezellig. En ik vond het leuk omdat jij me hier eventjes mee naartoe genomen. Volgende keer ga ik jou meenemen, goed? Leuk. Deal? Wil je thuis meer informatie? Ga dan eventjes naar de website, want daar vind je alles over dit hotel. Is het lekker? Mm. Morgen weer, hoor. Zitten we weer te eten, hè? Dit is wel ook wel bijna Michelin. Zo, Vivian. Volgens ons is dit de perfecte plek voor jou.